CeBIT 2009. Nog steeds de grootste beurs voor ICT ter wereld, maar dit jaar duidelijk kleiner. Duidelijk minder bezoek. Het aantal exposanten was op de begindag al van 5800 naar een kleine 4000 gedaald. En we hebben het gevoel dat er nog een aantal mensen zijn weggebleven. De thema's dit jaar zijn groen, zij Web City, dat is een combinatie van zeg maar Web 2.0 en Society. En natuurlijk Planet Reseller, hier de bijeenkomst voor de mensen uit het vak, de echte de dealers, de distributeurs die elkaar daar treffen. Hannover Messe. Een heel groot terrein, dit keer zonder hal 1, dat was eigenlijk de vaste hal, dus op een andere basis gestoeid. En men hoopt dat het toch dit jaar een ontmoetingsplaats wordt voor de handel. Want juist in een crisis is het belangrijk dat de mensen elkaar ontmoeten. What is LinguaTech doing? LinguaTech is doing speech recognition software, which is you talk to your computer and it types. There are a few companies in that market like Dragon. Yes. Well, how do you compare to Dragon? Well, on the German market we have been for 10 years now, the competitor to Dragon, but we are well known only locally in Germany so far because we do German speech recognition. But it competes also with the speech recognition rate, which is up to 99% now. Ja, op de CeBIT natuurlijk heel veel landenstands, zoals hier van Korea. Nou, gaan we van dealerinfo volgende maand, deze maand naar Korea voor de handelsmissie. En we hebben dus al eens rondgekeken. Wat opvalt is dat ze heel veel apparatuur hebben voor point of sales. Heel veel praktische dingen, niet heel erg high-end ICT, maar dingen die je daar gewoon kunt gebruiken en die eigenlijk hele praktische dingen hebben ze ontwikkeld. Waarbij bijvoorbeeld touchscreen duidelijke rol speelt. Een duidelijke trend op de CeBIT is ook signage, digital signage. Dat wil zeggen, vroeger had je borden met tekst, tegenwoordig heb je schermen met tekst. Platte schermen, zoals hier, waar alle informatie staat die ook via netwerken, bijvoorbeeld mobiele netwerken, veranderd kan worden. Dit is in feite een wifi IP-adres. Dus dit scherm kan vanaf een afstand benaderd worden. Als iemand op het hoofdkantoor het IP-adres kan benaderen, kan die de informatie op dit bord veranderen. En dat is een beetje de trend. Signage, borden, alles in mooie kleuren en in hoge resolutie, waar je niet alleen filmpjes op kunt zien, maar ook real-time geüpdate informatie. Nu zich nog de Commodore 64. Dat was een keyboard en daar zat een computer in. En die sloot je aan op een beeldscherm, je televisie, en dat werkt. Nou, we zijn geloof ik 20 jaar verder en we staan hier bij Milan. Milan is van Asus en je hebt in je hand een keyboard PC. Ja, inderdaad, de e-keyboard, die zijn we van plan in het tweede en derde kwartaal van dit jaar te lanceren. Het concept is precies zoals je het omschrijft, een alles in één PC, gebaseerd op het Atom platform. Een beetje zoals wat je bij de EPC's ook gezien hebt, dezelfde processor zit erin. Draait op Windows XP, zoals je hier ziet, het inlogscherm. Ja. Maar het ziet er heel klein uit voor een bepaalde doelgroep is, bijvoorbeeld klassikaal, in het onderwijs. Je zou dit heel goed in het onderwijs kunnen gebruiken of juist op kantoor. Want wat je op kantoor nodig hebt is een machine die heel weinig ruimte inneemt. Die slechts één of twee kabeltjes nodig heeft en dat is bij deze het geval. Hij heeft een adapter nodig natuurlijk voor de stroomvoorziening. Er zit een accu in, maar die is voldoende om 20, 30 minuten zonder stroom te kunnen werken. En je hebt een kabel nodig om hem te verbinden met je of een televisie. Ja. Gaan we nog een tijdperk zien waarbij zelfs dat kabeltje naar het televisiescherm niet meer nodig is, maar dat via infrarood gaat komen? Dat gaat waarschijnlijk morgen zelfs gedemonstreerd worden hier. Je ziet hier aan de achterkant bij dit model ja, drie aansluitpunten. Ja, hier komt een ultra wideband module op te zitten die high definition beelden vanuit de EPC door kan sturen naar je LCD televisie of je monitor. En dat is voorlopig, die heeft ook een speciaal dingetje nodig,
Maar uiteindelijk gaan we gewoon televisies krijgen waarbij dit allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Dat je vanuit één kamer naar de andere kamer kunt lopen en gewoon het beeld kunt overschakelen.